Hallo allemaal, daar zijn we weer vanuit de Fris Home Gym. Vandaag een heel leuk familiespel wat ik met jullie wil delen. Een sportief familiespel. Wat ik heb gemaakt. Ik heb het alfabet helemaal uitgeschreven voor jullie. Dus iedere letter is een opdracht. En zo kun je heel makkelijk een soort naamspel gaan spelen. Als volgt. Nou, mijn naam is Tanja. Hè? Stel dat ik vandaag degene ben die een workout gaat presenteren. Dan schrijf je mijn naam op. T-A-N-J-A. En dan ga je de letters erbij zoeken. Nou, T staat voor 5 wall climbs. Ga ik even voordoen. Je zoekt de muur op. Je gaat plat liggen op de grond. Plaats je voeten tegen de muur en dan loop je met je handen zo dicht mogelijk naar de muur toe. Daarna loop je weer rustig terug en weer naar beneden. Stel dat je dat te zwaar vindt, mag je dit ook deze doen. Rustig naar voren achteren lopen en daarna weer rustig naar voren lopen. Dus als je een oefening niet durft of een oefening is te zwaar, dan pas je hem iets aan. De A staat voor 30 seconden planken. 30 seconden planken. De N staat voor, eens even opzoeken, 400 meter rennen. Nou, weet je niet precies wat bij jou 400 meter is, dan spreek je samen een stuk af om te rennen en dan pak je die als 400 meter. Beetje passen en meten. Daarna de J. Kijk hier, 20 keer op- en afstappen. Nou, dan zoek je een bankje op. Of een grote kist waar je op af kan stappen. Misschien mag je wel van je vader en moeder op de bank op en af stappen. Overleg het even thuis waar je precies op en af gaat stappen. En daarna weer de A. Nou, de A stond voor 30 seconden planken. Zo. Nou, dan heb je een leuke workout. 5 wall climbs, 30 seconden planken, 400 meter rennen, op en af stappen en 30 seconden planken. Spreek je met z'n allen af hoeveel rondjes? Kan je ook met een dobbelsteen doen? En iemand gooit de dobbelsteen en komt hij op 6, dan heb je geluk. Dan mag je deze workout 6 keer doen. En zo kun je iedere dag een andere naam kiezen of een ander woord. Stel dat je het woord corona wil doen. Hot and happening nu natuurlijk. Je zult erachter komen dat dat een wat minder leuke workout is. Want er komen 2 O's in voor. En de O staat toevallig voor 15 burpees. Dus we pakken hem gewoon weer terug. Het bord kun je natuurlijk zelf aanpassen. Stel dat er straks iets op staat waarvan je zegt, god Tanja, ik weet even niet wat de oefening is. Zet er dan een berichtje onder en dan zorg ik dat ik een plaatje of een uitleg van de oefening eronder kan zetten. Zodat je lekker aan de slag kan. Ik maak straks een foto van dit bord en dan kun je hem rustig zelf doorlezen. En het is ook leuk om met z'n allen zelf een nieuw bord te maken. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan maken. Heel veel plezier met alle namen die jullie gaan spellen. En ik hoop jullie heel snel weer te zien.